een tweede handeling die de First Lady van de Republiek Suriname heeft gepleegd hier in het Caballebo-gebied, is het overhandigen van een Basel-kaart aan een van de bewoners. Het ministerie van Volksgezondheid en de directeur van SZF, die zitten ook in het gebied en hebben de printer naar hier toe gebracht. Directeur, ook Apura mag genieten van een SZF-printer waaruit hun kaart komt en aan hun voorzien zal worden. Een mooi moment, zal ik zeggen. Van waar het initiatief om helemaal naar Apura te komen hiervoor? Nou, inderdaad, het is een mooi moment. Ik ben blij voor de samenleving hier. We hebben dat aangegeven. Ik heb gezien tijdens mijn speech of tijdens de overige speeches hoe de mensen hebben gereageerd. Ja, heel blij, heel gelaten. Omdat namelijk veel voor ze betekent. Ik heb mensen hier gehad toen het nieuws bekend werd dat wij hier zouden komen. Ja, en we zijn gisteren gearriveerd. Hebben wij direct ongeveer 150 aanmeldingen gekregen. Dat wil zeggen, de mensen hadden nog geen toegang tot gezondheidszorg. Ja, en toen ze hoorden dat SZF hier kwam, zijn ze gelijk hier gekomen. En ze waren zo blij van eindelijk kunnen we dus nu toegang krijgen tot die gezondheidszorg. Eindelijk kunnen we toch wel opteren voor die SZF-kaart. Omdat het anders voor hun, ja, een hele lange reis zou betekenen. Of naar de stad, of naar Nieuw-Nikeri. Ik heb zelf die reis naar hier gemaakt en het is echt niet dichtbij. Het is heel ver. Dus ik ben blij. Blij dat wij hier, in opdracht van de regering, ik heb dat eerder aangegeven, overal waar we zijn geweest in het binnenland. Ja, is het eigenlijk, het is indachtig de opdracht van de president die we hebben uitgevoerd. Ja, om toch wel te decentraliseren met onze diensten, met de SZF-diensten. En het is niet alleen decentraliseren. Het gaat er ook om, en dat heb ik ook al eerder gesteld, dat het naast decentralisatie is, namelijk ook dezelfde service verlenen aan iedereen binnen Suriname. Binnen het geheel grondgebied van Suriname, ja, moeten de mensen de gelijke rechten hebben, de gelijke toegangskansen hebben tot het SZF. Maar ook namelijk, ja, moeten ze moeten kunnen rekenen op dezelfde kraanvriendelijkheid die het SZF biedt. DC, vandaag zijn er twee handelingen gepleegd. De Apura in voor onderwijs, één voor volksgezondheid. Wat zal dit alles betekenen voor het heel gebied? Voor het heel gebied is het een positieve ontwikkeling. Vooral voor die leerlingen nu van Apura. Dat ze dan optimaal nu gebruik kunnen maken van laptops. Dat is wat ik eerder zei. Hun kennis vergroten ook. En voor de leerlingen die nog naar de vierde klas komen om nog computerletters. Het is een hele positieve ontwikkeling. Ja. Waren dit een van de punten die waren aangehaald tijdens de gesprekken toen? Ja, in zekere mate wel. Toch was dit wel aangehaald. En binnen een week zijn er acties ondernomen. Hoe kijkt u uit naar de overige projecten? Positief. Ik hoop dat het ook zo snel gaat met die overige projecten, maar we werken eraan. Minister, een ander blij moment in het westen van ons land, met name in Apura. De mensen die hebben een eigen printer voor hun SZF-kaart. Hoe blij mogen we zijn? Nou, ik denk dat de mensen van dit gebied, en dat is het niet alleen voor Apura, maar ook Washabu, Section en Sandlanding, dat die heel blij mogen zijn. Het is voor hun kostenbesparend, want u weet, u hebt misschien geen idee hoe duur het is om de boot te pakken naar Nikeri te gaan of helemaal naar Paramaribo te gaan. Dus ik denk dat de mensen hier dolblij zullen zijn. Trouwens, er waren ook al heel wat signalen dat er vervallen kaarten zijn. Maar zoals u weet, kunnen we niet overal tegelijk doen. De opdracht van de president wordt uitgevoerd. Overal moet men dezelfde service krijgen. En zeker wat het verlengen van hun Basel-BZV-kaarten betreft. Dus ik denk, Apura is nu aan de beurt. Er komen nog meer gebieden. Dit is voor het heel Caballebo-gebied eigenlijk. Niet alleen Apura. In de volksmond wel Apura, maar het behelst ook Washabu, Section en Sandlanding.
Ik moet zeggen, ik ben zelf ook verheugd, want dan zijn er ook minder klachten van Edema, Karta verval, dat is Sumo Tjaar en Sumo registreren. Nu, de printer is hier, je komt. Ik wil wel een heel ernstig beroep op de mensen hier doen. De mensen zijn vaker nonchalant, op tijd je kaart verlengen en dan heb je geen problemen. U heeft ook een handeling gepleegd bij het SZF-kantoor als dat gaat om volksgezondheid. En de directeur heeft ook aangegeven dat deze regering eraan werkt om iedereen te voorzien. Vandaag bent u in Apura. Wat zijn uw bevindingen hiervan? Nou, ik ben blij. Ik ben blij dat we decentraliseren, ook in de gezondheidszorg. Mensen hebben recht op volksgezondheid. Mensen moeten, als er iets met ze is, naar de dokter kunnen gaan. En ik ben blij dat deze regering het zo ver heeft gekregen dat er gedecentraliseerd wordt. En dat de mensen niet voor een kaart tot naar de stad hoeven. Je weet wat het allemaal kost als ik van Apura hier moet reizen naar de stad. Bijna weet het al niet meer doen. Dus ik ben blij dat ze vanaf nu kan men ter plekke hun kaart halen. Meneer Roosblad, een groot moment voor u vandaag. U heeft uw SZF-kaart in handen. Wat betekent het voor het gebied en ook voor u? Wel, voor mij is het een heel grote waardering, omdat we hier in het Apura liggen, dat er vele problemen zijn met de boten om naar Niteri te gaan, om kaart te gaan maken of een uittreksel te gaan maken. Je hebt sommige mensen, die oude mensen die niet kan lopen. Dus het is een zeer goed ding dat de SZF een kaart heeft voor ons hier laten maken. Hoe breed die valt. En meteen nogmaals hoe breed die, want hoe moet je in ook toe gaan naar Apura. Want als er een paar voeten kwam, bus voor 200 SED, ik wil een foto gaan met een papieren, dat is een kakom academie. En na een week moet je weer in de stad gaan. En die oude mensen hier hebben het niet. One man ik mee, 60 jaar. Ook toe. Dus ik ben, het is een heel goed ding voor het SZF. Hoe gemakkelijk zal het nu voor jullie zijn, daar de SZF-printer in Apura zit? Heel makkelijk, want het is echt moeilijk om naar Nikiri te gaan en bepaalde mensen hebben geen geld of zo. Of er kan iets gebeuren, dan heb je het niet.